Dirk, ik denk dat jullie het Feyenoord publiek in de tweede helft hebben getrakteerd op een ware voetbalshow. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat ze een heerlijke middag hebben gehad. Deze week was toch een beetje onrustig met het weer, maar het zonnetje straalde. En de eerste helft hebben we wat nagelaten. Maar de tweede helft hebben we dat ruimschoots goed gemaakt, denk ik. Wat een verschil tussen de eerste en die tweede helft. Ja, het is jammer dat we niet van kiet af aan zo zijn begonnen. Maar goed, ja, dat is voetbal. Sommige dingen wil je heel graag, maar lukt het niet. Maar het is aan de andere kant ook een grote kwaliteit dat je op het moment dat het slecht gaat iets recht kan zetten. Je liepen veel buitenspel de eerste helft, viel me op. Ja, ik weet niet of dat buitenspel was. In ieder geval vond de grensrechter dat het buitenspel was. Maar we speelden op het randje, omdat we weten dat een van hun mindere kwaliteiten van Heerenveen, heb ik het over, dat ze toch vaak ruimte laten vallen achter hun verdediging. En dat snelheid niet hun grootste kwaliteit daar is. Je staat 1-0 achter, dan een bevrijdende 1-1 via een prachtig doelpunt. Ja, en dat is een heerlijk gevoel dat je op zo'n moment zo'n doelpunt kan maken. En dat is gewoon geweldig. En dat doelpunt geeft vervolgens vleugels. Ja, nou, maar dat is aanleiding om erop en erover te gaan. En de echte knak bij Heerenveen was denk ik de rode kaart van Huntelaar. En daarna was het gebeurd met hun, denk ik. Vervolgens gaat het echt lekker draaien bij Feyenoord. Weinig fouten is het team in ieder geval op te betrappen. Feyenoord speelt daarmee de beste helft sinds dit seizoen. Ik denk het wel. Alleen speelde wel tegen 10 man. Maar we gingen gewoon de vol tegenaan. Met heel veel opportun. En dat geeft gewoon heel veel kansen. En het publiek gaat er dan achter staan. En dan krijg je gewoon mooie kansen te zien en mooie goals. Hoe belangrijk is het voor jou en voor het team dat Shinji Onno weer terug is? Nou, ik denk niet dat ik overdrijf dat Shinji de meeste voetbalkwaliteiten van ons heeft in deze selectie. Alleen wij zijn wel heel erg gebaat bij een fitte Onno. En zoals vandaag was hij van hele belangrijke waarde van ons. En ik denk dat hij een geweldige comeback had. Feyenoord 15 uit 5. Jullie zijn niet de enige. AZ en RKC hebben dat ook. Dat hadden we aan het begin van het seizoen niet verwacht. Jij wel? Van Feyenoord niet of van RKC? Van Feyenoord niet. Nee, ja, ik had het ook niet echt verwacht, denk ik. Kijk, je probeert gewoon elke wedstrijd te winnen. En onze instelling die is en die blijft om gewoon van week tot week de wedstrijden te bekijken. En zo elk wedstrijdje te winnen. En dat gaat tot nu toe gewoon heel goed. We hebben een aantal pittige wedstrijden thuis tegen NAC en Heerenveen gehad. Ook uit bij Ajax gewonnen. Dus de derby uit bij Sparta gewonnen. Dus ja, we zijn gewoon redelijk goed op weg. En we gaan gewoon op deze voet door. En zolang Ajax de wedstrijden blijft verliezen, gloort er perspectief voor Feyenoord? Ja, maar goed, RKC en AZ moeten ook punten gaan verliezen. Hè. Wil je wat bereiken. Maar goed, het seizoen is nog heel lang. En het is gewoon lekker dat je de eerste 5 wedstrijden wint. En dat er een aantal concurrenten al punten hebben laten liggen. En dat is gewoon een lekker gevoel. Maar nogmaals, wij moeten voorlopig niet naar die ranglijst gaan kijken. Wij moeten gewoon puur naar onszelf kijken. Want we hebben vandaag gezien hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe goed we zijn. De punten zijn lekker, maar het vertoonde spel, vooral met de wedstrijd van donderdag, de slechte wedstrijd van donderdag in het achterhoofd, lijkt me dit hoopgevend. Ja, soms is het het is bijna altijd lekker om snel weer een wedstrijd te spelen. Als je een mindere wedstrijd gespeeld hebt, dan kan je die nare smaak iemand snel wegspoelen. En dat hebben we vandaag gedaan, dus gaan we gewoon een lekkere week tegemoet.